De overheid heeft een enorme berg aan informatie die voor heel veel redenen nuttig is. Als je die nu op een uniforme manier toegankelijk maakt, zodat je daar met software ook wat mee kunt doen, dan spreken wij over open data. In het nieuwe regeerakkoord wordt daar ook over gesproken dat dat belangrijk is voor onze democratie. Het gebruik van open data heeft heel erg veel voordelen. Onderzoek leert dat het goed is voor onze economie. Maar het is ook leuk om die data te gebruiken. Diensten als buienradar maken bijvoorbeeld gebruik van de data die het KNMI beschikbaar stelt. Nou, dat is een van die voorbeelden hoe open data dus ja, echt ons verder kan helpen om nieuwe toepassingen te bedenken en ook daadwerkelijk apps te maken die meerwaarde leveren. De data waar de overheid op zit is natuurlijk betaald met belastinggeld. En de redenering is dan eigenlijk ook best wel logisch dat als er niet iets heel vertrouwelijk speelt, dat je dat ook beschikbaar maakt voor iedereen. En dat dan ook op zo'n manier doet dat we er ook echt wat mee kunnen. Vaak heb je het al over data die eigenlijk al publiek is, maar een beetje moet worden aangepast, zodat iedereen er ook echt wat mee kan doen. Regeerakkoord of niet, bij justitie en veiligheid is dit al een belangrijk thema, want open data, dat doe je gewoon. Hoe dat precies zit, dat hoor ik vandaag van Emine Ugenici, die gaat vertellen wat wij met open data kunnen doen en hoe ook jullie een bijdrage kunnen leveren. Waarom vinden jullie het nou zo belangrijk om data open te stellen? Allereerst vind ik het van belang om data open te stellen omdat het voor justitie en veiligheid belangrijk is om transparant en open te zijn. Dat is denk ik onze dure plicht, ook als overheidsinstantie. En in de tweede plaats vind ik het van belang omdat het zeg maar toegevoegde waarde geeft voor onze burgers, bedrijven, wetenschappers die gebruik kunnen maken van onze data en tegelijkertijd daarmee allerlei analyses kunnen doen, maar ook het debat kunnen aanzwengelen met ons als ministerie. Nou, en als je een voorbeeld wil hebben, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een debat over de vluchtelingeninstroom of over criminaliteitscijfers. En dat kan heel ver weg, hè? Dus op het politiek-bestuurlijke niveau, maar ook heel dichtbij, bijvoorbeeld in de wijk. Dus als criminaliteit in de wijk optreedt bijvoorbeeld. Dan kan ik dus gewoon zien wat de cijfers in mijn wijk zijn? Ja, dat klopt. Ik denk dat dat absoluut mogelijk is. En via bijvoorbeeld het Centraal Bureau van Statistiek verstrekken wij ook al heel veel van die cijfers. Maar een voorbeeld voor dichterbij mij is dat ik als directeur van Justitie en Veiligheid op het gebied van informatievoorziening me continu afvraag van ook bijvoorbeeld een informatiestrategie, is die nuttig en bruikbaar voor de buitenwereld? En welke data kan ik dan verstrekken daarover? En hoe kan bijvoorbeeld een ander ministerie of een andere rijksoverheidsonderdeel of in de andere overheden daar iemand zijn voordeel mee doen? Hoe moet ik dat dan zien? Hoe werkt zoiets? Het is machine leesbaar geworden. Dus het is eigenlijk format onafhankelijk geworden, zodat burgers, bedrijven, wetenschappers, ook zo journalistiek, zullen we zeggen, onze cijfers beter kan gebruiken. En ook daardoor interpretatievrij worden. En hoe stellen jullie die data open? Wij stellen die nu nog open langs het platform van de overheid. We geven ook veel gegevens aan het CBS. En we zijn voornemens om te kijken of er een ander, makkelijker platform beschikking kan worden gesteld voor justitie en veiligheid. Vroeger waren cijfers dan vaak gesloten en alleen intern beschikbaar en nu opeens openbaar. Wat doet dat? Dat maakt dat we opener en transparanter worden als justitie en veiligheid, maar ook van buiten naar binnen gaan redeneren. En dat is denk ik wel heel erg goed, want zo maak je beter contact met burgers, bedrijven, wetenschappers, journalistiek. Maar kun je ook inspelen op de behoeften van die informatiemaatschappij die er toch is. Dat beïnvloedt natuurlijk ook het debat. Waarschijnlijk, hopelijk, wordt het kwalitatief beter, Brenno. Wat vraagt dat van de samenleving en van ambtenaren? Het vraagt een op openheid gerichte houding. Dus van nee tenzij naar ja mits of net andersom. Dus de ja-vraag staat hier bij centraal. Ja, we gaan het openbaar maken. Daarnaast is het altijd goed om nogmaals aan die randvoorwaarden te voldoen van privacy en informatieveiligheid. Maar het vereist ook echt een goed gesprek, zullen we zeggen, met onze buitenwereld of onze burgers, bedrijven. En dat proberen we ook echt te stimuleren met deze beweging. Enorm bedankt voor deze uitleg en heel veel succes met de ambities. Open data, het staat in het regeerakkoord. De ambtelijke top van JNV wilde graag wat mee. Maar hoe zit zoiets nu in de praktijk? Ik vraag dat aan projectleider Wouter Dronkers, die binnen de vreemdelingenketen hier veel ervaring mee heeft. Hij is namelijk bezig met het COA en de IND om open data in de praktijk te brengen. Jullie stellen datasets open. Hoe kies je nu uit wat je openbaar maakt?
Nou, we zijn begonnen met 4 sets op maatschappelijk aansprekende thema's. Bijvoorbeeld toelating asiel, en daar zie je hier een voorbeeld van. Nou, je ziet hier eigenlijk de asielinstroom in Nederland van asielzoekers per jaar, maand, nationaliteit, aantal. Dit is 1 set? Ja, aansprekende thema's. We hebben natuurlijk hier toelating asiel, maar we kijken ook naar de toelating van bijvoorbeeld studenten, kennismigranten, gezinsmigratie. Migratie uit liefde, kan je zeggen. Maar ook opvang bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En, ook heel belangrijk, het vertrek uit Nederland. Mensen die Nederland na een zorgvuldige procedure moeten verlaten. Je voedt het debat dus met feiten? Ja, dus we hopen dat het debat met betere feiten wordt onderbouwd dankzij open data. Ik kan me best wel voorstellen dat als je zo'n onderwerp hebt en je maakt dit soort data openbaar, dat je dan wel een beetje de zorg hebt van, snappen mensen wel wat die cijfers betekenen? Hoe ga je daar nou mee om? Zeker, dus dat is inderdaad een zorg die we hebben gehad. Hoe hebben we dat aangepakt? We zijn eigenlijk begonnen met een dataset die we al hadden. De rapportage vreemdelingenketen. Een rapportage die jaarlijks naar de Kamer gaat. We brengen hem 2 keer per jaar uit. En die rapportage, daar staat eigenlijk helemaal uitgelegd wat die data betekent. Dus we zijn begonnen met die rapportage, een bekende rapportage. We linken ook op de site dataoverheid.nl door naar die rapportage. Zodat de journalisten en bloggers die ik net noemde ook kunnen terugvinden wat betekenen deze data nou. Oké, dat is dus 1 manier om misverstanden te voorkomen. Wat kun je nog meer doen? Nou, binnen de vreemdelingenketen hebben we een gegevenswoordenboek ontwikkeld om ook te duiden wat die data betekent. Dat gebruiken we nu intern, maar we zijn van plan om die ook als open data beschikbaar te stellen. Dan maak je dus eigenlijk openbaar wat al openbaar is? Nou, niet helemaal, want zoals ik zei, we brachten de rapportage 2 keer per jaar uit. En nu brengen we maandelijks deze data uit. En in zo'n rapportage, die is zo'n beetje 50 bladzijden dik, beperken we ons meestal tot de top 10 nationaliteiten van een bepaalde dataset. En hier staan alle nationaliteiten. En al hoor ik heel erg vaak, ook uit eigen ervaring, ik kan dit niet openbaar maken, want de privacy. Ja, nou dat speelt bij ons natuurlijk ook een rol. Je moet je voorstellen dat er dictators zijn, vrede dictators, die maar wat graag asieldossiers zouden willen naslaan. Dus daar denken wij natuurlijk ook goed over na. Hoe wij het hebben opgelost is eigenlijk door geaggregeerde gegevens te presenteren. Dus we gaan natuurlijk niet vreemdeling voor vreemdeling presenteren. Vreemdelingen zussen me zoveel of met die en die naam heeft asiel gevraagd. Nee, we brengen aggregaties. 80 Iraakse asielzoekers in januari 2017, bijvoorbeeld. En dan kan je het nooit terugherleiden naar het individu. Bovendien ronden we alle getallen kleiner dan 10 af. Zodat je ook niet kan zeggen, hey, maar dat zijn die en die gezinnen. Bijvoorbeeld. Dus we hebben daar heel nadrukkelijk over nagedacht. Aggregatie is hier het toverwoord. Je hebt nu voor het eerst gegevens openbaar gemaakt uit je keten. Smaakt dat nou meer? Zeker. Hè? Dus we hebben nu de eerste datasets uit die rapportage opengemaakt. We gaan die volle rapportage openmaken. Dus er komen nog meer gegevens. Ook over binnenlands vreemdelingentoezicht en andere spannende indicatoren. Maar we zijn ook in gesprek met onze omgeving. Met bijvoorbeeld gemeenten, met NGO's. Denk aan vluchtelingenwerk. Over wat zouden jullie nou nog meer willen hebben. Want het gaat natuurlijk ook om die samenleving vooruit te brengen door open data. Dus wij willen ook graag vragen gestuurd die open data beschikbaar stellen. Nou, Wouter, helder, hartstikke gaaf. Heel veel succes met nog veel meer informatie openbaar maken. En dank voor de vragen die je hebt willen beantwoorden. Hoeveel mooier wordt de wereld als je debatten kunt voeren op basis van inhoud? Open data is een van de tools om dat mogelijk te maken. U zit misschien wel op uw eigen dataset waarvan u denkt, daar kan de samenleving meer mee. Maak die dan openbaar of kijk of die openbaar kan worden. En denk dan ook eventjes eraan, is dit de juiste informatie op deze manier? Moet het anders worden weergegeven? Moet er misschien nog wat duiding bij, zodat ook wordt begrepen wat de rol van die data is? En laat u lekker inspireren. Kijk bijvoorbeeld eens op opendata.rijksoverheid.nl. Dank voor het kijken en grijp die kansen die er met open data liggen. Tot ziens.